Ik ben Menno Vergeer, ik ben internist in het UMC in Utrecht en oprichter van Red Grasp, samen met Frans van Kamp, compagnon van mij. Ik ben werkzaam bij het UMC Utrecht en de faculteit waar ik bij zit is dus dan geneeskunde. Ik ben gepromoveerd, dus ik heb een boekje geschreven en dat is in heel veel lades terechtgekomen, maar het heeft weinig impact gehad op hoe de zorg zich heeft ontwikkeld. En ik had de indruk dat ik nog heel veel kon leren en ook kon bijdragen aan de wereld door iets totaal anders ernaast te doen. Wat wij doen is, wij maken eigenlijk een kennisspel van richtlijnen en protocollen in de zorg. Wat wij willen is de kennis in de zorg op een laagdrempelige en leuke manier helpen onderhouden. Ik ben 50% ondernemer, want die tijd staat ervoor. En daarnaast doe ik nog 35% ongeveer patiëntenzorg en ongeveer 15% onderzoek. Zoiets. Ik denk dat een onderzoeker er verstandig aan doet om, zelfs als ze nog niet zeker weten of ze een onderneming willen starten, om dan eens een keer te gaan praten hier. Gewoon eens je licht opsteekt en het gewoon beschouwt als een leuk experimentje. En we gaan eens praten en we gaan eens kijken wat we kunnen doen. Misschien eens een keer aan zo'n programma deelnemen en dan kijk ik daarna wel of ik ondernemer wil worden. Ik denk dat dat heel waardevol zou kunnen zijn. Dus dat zou ik onderzoekers aanraden als ze ook maar half het idee hebben van misschien zit hier een onderneming in. Dan hoeven ze nog niet te besluiten, maar ga dan vooral gewoon eens kijken wat je ervan vindt.